De FBI is ingeschakeld om de GTA 6 hacker op te sporen. Het afgelopen weekend werd het internet natuurlijk overspoeld met pre-alpha beelden van GTA 6. En deze schijnbaar 18-jarige jongen heeft niet alleen op de servers van Rockstar ingebroken, maar ook op die van Uber. En Uber heeft nu de FBI ingeschakeld. En als deze jongen wordt gepakt, hangt er een schadeclaim van meerdere miljoenen boven zijn hoofd. En omdat hij een gelddeal probeerde te maken met Rockstar, ook nog eens een gevangenisstraf van minimaal 5 jaar. Dus ik neem aan dat deze jongeman nu flink pintjes zit te zweten op zijn zolderkamer en wil je niks missen over wat er allemaal gaande is in de wereld van GTA 6, volg dan dit kanaal.